Goedemiddag mensen. We gaan eens even wachten totdat er een aantal mensen bij zijn. En kijken dat ik Wilanda kan vinden. Want ik ga vandaag natuurlijk samen met haar live. Ja, Wilanda. Gaan we eens even kijken of ik jou kan uitnodigen. Geen idee hoe dat werkt. Eens even kijken. Dat was daar. Nee. Ja. Oh, help mensen, het gaat nu al lekker. Waar kan ik iemand uitnodigen? Oh, wacht. Daar. Yeah. Ja! Oh, ik kreeg het niet voor elkaar. Ik zat te wachten, ik moest wachten. Oh, en mijn telefoon was natuurlijk bijna leeg, dat zei ik net al. Dus hij hing nog aan de adem, maar ik ben... Ik ben half onthoofd. Oh. Nou. We wachten nog even. Oh, je stond stil. Ja, jij net ook. Ah, chill. Kom op. Doet hij het? Ja, nou ja, dat hoort er ook bij, hè? Bij het vrije leven. Internet hapert wel eens. Boven op de berg, dan doet hij het niet zo goed. Nee. Nee. Nou ja, maakt ook niet uit. Ik hoop dat we goed te doen zijn. Doen we nog even? Ja. Ja, heel eventjes wachten. Carmen, Gert-Jan, nou. Gezellig. Hey. Ja, hallo Carmen. Ik ga alvast even met de billen bloot. Het is mijn tweede live die ik doe, dus als er iets misgaat, dan ligt dat aan mijn onervarenheid. Oh, nee hoor. Ik vind het ook spannend. Ik heb net 10 minuten staan dansen, dus ik heb het nu heel heet. Want ik had zo energie dat ik dacht, ik vind het zo spannend. Ja. Ja. We gaan het zien. We gaan het zien. Komt goed. Ja, we gaan het gewoon leuk van maken. Ja, nou ja, onze allereerste Freedom Live. Freedom Friday Live. Het is echt. Ik heb er zo'n zin in. We gaan er een hele mooie reeks van maken. We gaan gewoon kijken. We gaan voorlopig gewoon lekker door op die vrijdag. Ja. En we gaan gewoon alle onderwerpen die wij leuk vinden. En die onze kijkers leuk vinden. Dus als jullie ideeën hebben, gooi ze ook lekker in de chat. En of onder een post van ons. Of stuur ze in een DM. Wij gaan wel kijken wat we er mee kunnen in ieder geval. Ja. En ik denk dat we vandaag maar eens gaan beginnen met onszelf voorstellen. Want dat is wel zo leuk op onze allereerste uitzending. Oh, wat klinkt dat officieel. Heel officieel. Ja, laten we dat doen. Ja. Zal ik aftrappen? Ja. Jij hebt zo mooi... Nee, jij maar aftrappen. Is je hebt goed. Een mooie intro gegeven. Freedom Friday. Ik ben Wilanda. Ik ben 41. Wij hebben op dit moment een camper als huis. En we verblijven nu in Nederland. Maar we hebben al mooie tripjes gemaakt. Ik ben mama van 2 kinderen. Een zoon van 12. Hij is net 12, dus ik moest even denken. En een dochter van 10. En we hebben een Zwitserse herder. Dus het is soms best druk in de camper. En erg leuk ook. En dat is eigenlijk mijn huisje, boompje, beestje, zeg maar. Heb ik dan al, ik denk dat we dan rond zijn. Ja. Nou, zal ik maar praten? Ja, leuk. Nou, ik ben Andrea en ik ben 43 jaar. En het is heel grappig, want wij wisten dus eigenlijk tot gisteren niet hoe oud we waren van elkaar. We hebben echt al tijden contact, maar ja, leeftijd boeit ons niet zo heel veel dat een belangrijk ding was voor ons in ieder geval. Maar sinds gisteren weten we het in ieder geval van elkaar. Ja. Ik ben mama van een dochter van 5. En ik woon sinds 2021, wonen wij met ons gezin in Portugal. En daarvoor hebben we 7 jaar in Oostenrijk gewoond. En in Portugal bouwen wij aan een zelfvoorzienend leven. Dus we zijn de afgelopen 1,5 jaar mega druk geweest met alles wat met het zelfvoorzienendheid worden te maken heeft, zeg maar.
moestuin, stroomvoorziening, water. We moesten een heel huis bouwen. Dus ja, dat waren onze bezigheden de afgelopen 1,5 jaar. En ja, inmiddels hebben we ook een aantal dieren. Hond, poes, kippen. Ja, dat is even heel kort mijn introductie in ieder geval van mezelf. En ik denk dat het wel even leuk is om te vertellen hoe wij elkaar kennen. Ja, dat is een, ja zeker. Dat is een bijzonder verhaal. Sowieso is dat iets, zeg maar, wat wij ook heel graag willen. Een zelfvoorzienend leven. Dus dat bindt ons. Ja, dat was meteen vanaf het begin af aan een verbinding tussen ons. Dat ik dacht, weet je, wij zijn nog volop in het reizen. We hebben nog geen plek gevonden. Maar als ik jouw verhaal dan hoor, dan denk ik, ja, fantastisch. Weet je, dat willen wij ook ooit. Ik weet niet waar, maar wel ergens ooit. Op de wereld. Ja, willen wij dat ook. Dat je zelf je eigen boontjes kan doppen in alle opzichten. Want dat... Ja, als je het dan toch over vrijheid hebt, hè? Ja, het thema van deze vrijdag talk in ieder geval. Ja, dus het was ook wederzijds, hè? Want wij kennen elkaar via Isagenix, waar we allebei mee samenwerken. En wij sloten allebei aan bij een power hour. Ik moet misschien even uitleggen voor de mensen die geen idee hebben waar we het over hebben. We zijn allemaal kleine zelfstandigen. We doen allemaal ons eigen ding. Maar het is wel zo leuk om af en toe samen te werken. Dus op bepaalde tijden in de week komen we met een aantal mensen. Het is vrije inloop samen, online. En dan gaan we een uurtje samen werken. En jij was daar een keer en ik was daar een keer. En natuurlijk voordat we gaan werken is het even kletsen, even horen. En toen kwamen wij erachter dat we allebei in Portugal zaten op dat moment. En ja, aldoende praat men en vonden we inderdaad wel de klik dat we en het vrije leven en jij lekker nog aan het reizen. En dat is iets waar ik stiekem soms ook best jaloers op ben, want wij bouwen dan wel een zelfvoorzienend leven, maar daardoor hebben wij de afgelopen 1,5 jaar gewoon bijna niks gedaan aan reizen. En dat was ook altijd iets wat we heel erg gaaf vonden. Dus dat stond op een laag pitje. Dus ik kijk altijd stiekem wel met alle mensen mee die aan het reizen zijn. Om toch nog een beetje het gevoel van het ontdekken van de wereld te maken hebben. En zo inspireer je elkaar allemaal. En ik vond het heel erg leuk dat wij in ieder geval die klik zo erg hadden. Ja. En daar hebben we nu de Freedom Friday voor. Ja, dat is het. Ja, ik denk dat we sowieso werken wij nu... bijna 2 maanden heel intensief samen. Ja. Dat we eigenlijk dagelijks, behalve in het weekend, of we moeten het echt niet kunnen houden, maar in ieder geval 5 dagen in de week, zien we elkaar en werken we samen. En dat, tuurlijk, wat je zegt, we hebben allemaal een eigen bedrijf. Maar soms is dat best heel eenzaam. Dat weet ik ook wel van voorheen, toen ik dit nog niet deed. Maar dan is dit wel... dit is gewoon heel fijn om samen te werken. En je inspireert elkaar. Je hebt weer ideeën. En die wissel je met elkaar uit. En de een heeft weer zo'n nieuwtje. En de ander heeft weer dat om te vertellen. En dat is gewoon fijn. Dat is gewoon fijn. Absoluut. Ja. 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 Voor de kennismaking. Voor onze kijkers. Waar word jij blij van? Waar word je gelukkig van? Wat vind je leuk? Ja, waar ik dus heel blij van word. En dat heb ik eigenlijk al heel lang. Alleen ik heb me dat nooit zo gerealiseerd. Zijn wel een aantal dingen. Maar een van die dingen is als wij voorheen... mijn man die had een grote bus voor zijn werk. Als we dan met z'n allen op pad gingen. En dat kon ook gewoon naar het bos zijn, hè. Of bij mijn ouders op bezoek. Of weet ik veel. Helemaal niet iets spannends. Maar dan voelde ik me zo intens gelukkig met z'n allen. In een ruimtetje onderweg. Weet je? En dan maakt het net als je gefluit uit waar je heen gaat. Maar gewoon het onderweg zijn. Het samen zijn. Ja, dan heb ik wel echt van die geluksmomentjes. En voorheen noemde ik dat altijd 31 december. Want dat waren mijn...
op 31 december had ik ook altijd zo'n terugblik van hé, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? Oh, ja, ja. En wat hebben we dit jaar eigenlijk gedaan? En ik moet zeggen, wij zijn nu vanaf december 2021 dus huisloos, een vast huis in ieder geval. En sinds die tijd heb ik alleen maar 31 decembertjes. Dus ik ben een best gelukkig mens, over het algemeen. Ja, ja. 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 Echt. Ja. En jij, wat wil je wel ook weten natuurlijk. Ja, ja, er zijn heel veel dingen waar ik heel gelukkig van word. Maar overkoepelend thema is toch wel in de natuur zijn. De natuur gewoon aan zich. Ja. Ja, dat hebben we nu ook wel verwezenlijkt in ons plekje waar we wonen. We wonen midden in de natuur. Maar dat heb ik dus eigenlijk altijd gehad. Als kind gingen wij op vakantie naar Oostenrijk. En als ik dan alleen al door die bergen reed, dan had ik al zo'n machtig gevoel van... Wauw, nietig. Ik ben zo'n klein stipje van alles om me heen. En ja, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gehad. De natuur is mijn rustmomentje, het plekje waar ik tot rust kom. En ja, gelukkig hebben we dat als gezin allemaal. Dus we gaan ontzettend graag gewoon op pad wandelen, fietsen, als het maar buiten in de natuur is. En ja, nu vind ik het heel erg mooi dat ik dat ook over kan geven op onze dochter. Want die, ja, die gaat hier 's morgens de deur uit en die speelt gewoon de hele dag in de natuur. Natuurlijk is ze ook wel eens binnen, maar ja, gewoon dat gevoel van vrijheid om haar mee te kunnen geven wat we zelf voelen. En dat zij dat ook zo mag voelen. En ja, als ze dan 's morgens opstaat en ze ziet de zon opkomen en zegt, kijk eens mama, wat mooi. Dan denk ik van, ja, dat is waar het om gaat voor mij. Ja, ja. Dus ja, dat is wel iets waar ik heel erg blij van word. En daarnaast nog 1000 andere dingen. Gezellig tafelen met vrienden en alles. Maar ja, de natuur is wel het grote ding. Mooi. Ja. Ja, mooi. Ja, ja. Gaaf. Hey, ik ben wel nieuwsgierig... hoe jij eigenlijk bij Isagenics terecht kwam. Wat is daar dan? Want dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Ja, dat is ook wel grappig. Ja. Wij woonden hiervoor natuurlijk in Oostenrijk. En, leefden ze daar wel al? Ja, maar toen werkte ik nog niet samen met Isagenics. Dat is echt met het punt gekomen van overstap naar Portugal. Want in Oostenrijk... hadden mijn vriend en ik waren allebei zelfstandig. Maar we moesten ook keihard werken om alle eindjes aan elkaar te knopen. En omdat we ook heel bewust de keuze hadden gemaakt van... Nou ja, één van ons is thuis voor onze dochter. Wij voelden heel sterk dat we dat gewoon echt bewust wilden. En nou ja, ik was dus de meeste tijd van de tijd was ik thuis. Mijn vriend die was dus overdag werken. En ik werkte dan 's avonds als hij thuis was. Zodat we elkaar aflosten. Ja. Maar ja, ik had natuurlijk maar een paar uurtjes. Maar daarvoor moest hij keihard werken. En hij was gewoon zo vaak weg. En wij hadden echt zoiets van... Ja, dat is niet wat wij willen. Wij willen vrijheid. En wij willen het zelf kunnen bepalen. En dat stond ook aan de wieg van... Nou ja, de keuze om naar Portugal te gaan. Maar dat is iets voor een... Andere aflevering, denk ik. Want anders... Nee, dat gaan we niet doen. Maar toen hebben wij dus de beslissing genomen van... Oké, we gaan naar Portugal. Maar daardoor gaven wij dus alles op. En we hebben de overstap gemaakt naar Portugal. En toen zaten we hier zonder dat we al inkomsten hadden. Of nou ja, we hadden natuurlijk een zakcentje meegenomen van de verkoop van ons huis. Ja. Dat moest wel niet gebeuren. En ja, ik was heel erg zoekende naar wat voor mogelijkheden zijn er dat je in ieder geval de vrijheid hebt om zelf te bepalen wanneer je kan werken, zelf te bepalen hoeveel je werkt. En ja, we voelden gewoon heel sterk die drang van zoveel mogelijk vrijheid binnen de mogelijkheden om wel je geld te verdienen. En ja, ja, toen kwam er een keer op social media kwam er een post voorbij. En toen dacht ik, hé, dat klinkt wel interessant. Maar goed, ja, toen had ik wel zoiets van, nou ja, dat zal afwachten. Ja. Eens nog maar eens even kijken. Al die bezwaren. Ja, toen...
Precies, precies. Maar op een gegeven moment had ik toch wel zoiets van, ja, ik vind het toch wel interessant en ik wilde meer over horen. En toen heb ik gewoon de stoute schoenen aangetrokken. En toen, toen ben ik gaan informeren van, joh, wat is dat? En nou ja, een jaar later zit ik hier. Ja, mooi. Ja, ja. Goed zeg. Want ja, van jou weet ik het ook niet. Nee, dat snap ik. Ja, ik ben natuurlijk nog niet zo lang bij Isagenics als jij. Ik heb een online business in, ik werk ook met opstellingen. Alleen dat, dat is gewoon heel hard werken en niet heel veel verdienen. Want ik vind het namelijk zo leuk om te doen, dat ik het liefst gewoon gratis doe. En als iemand dan met een verhaal bij mij komt, dan vind ik het zo lastig om... ja, als er kinderen mee gemoeid zijn, zeg maar, ik kan dan niet zeggen van nou, dit is mijn tarief. Dan zit ik altijd te schipperen en te doen. En dan uiteindelijk hou ik er geen fluit aan over. Maar goed, dat is dan wat het is. Alleen ook wat jij zegt, wij wilden gaan reizen. En mijn man was ook zelfstandige. Ik was zelfstandige dus. Ik kon wel veel online doen. Maar ja, ik was daar niet zo goed in om geld te vragen. En dat is toch het leven wat je nodig hebt. Heb je toch, of tenminste, je hebt geld nodig om te leven. Zo is het nou eenmaal. En, ja, absoluut. Gelukkig kunnen we nu ook heel veel ruilen. Dat is trouwens ook een leuke. Maar het maakt wel een keer op, zeg maar. Voor sommige dingen. Ja. Een telefoonabonnement doen ze nog steeds niet ruilen voor iets. Dus dan moet je toch gewoon een cent voor hebben. En vandaar dat ik ook inderdaad op het online werken terecht kwam. En ik wilde wel, want ik was daar ook al mee bezig geweest met een ander product. Maar dat vond ik toch lastiger. En hier ben ik gewoon zo dol op dat het makkelijker is. En het zijn mooie producten. En dus eigenlijk ook dat ik een post zag en heb lopen dimdammen. Omdat ik dat natuurlijk al een keer geprobeerd had. Maar ik dacht, ik ga eerst het pakket. En dan als ik er echt helemaal weg van ben, dan kan ik zakelijk gaan. En dat. En daar zit ik nu. En ik vind ook het leuke, want dat had ik bij online werken. Dacht ik heel erg van, ja, je bent echt heel erg op jezelf en weinig contacten. En dat is dus iets wat ik ontzettend leuk vind, dat wij gewoon echt... Nou ja, we werken samen met elkaar. Tuurlijk heb je je eigen ding en je bepaalt zelf wat je doet en wanneer. En je hoeft niet aan te sluiten, maar ja, ik vind het toch wel erg leuk. Dus ik ben alleen maar heel erg blij dat ik dat nu doe. En anders was ik jou ook niet tegengekomen. Nee, zo is het. Nee. We hebben elkaar nu één keer ontmoet. Hè? Live? Ja, één keer live. En dat was ook na weken alleen maar online werken, dat je elkaar... eindelijk ziet. Zo voelde het. Oh, maar ken je eigenlijk al te lang. Nee, helemaal niet. Ja, maar... je gaat gewoon verder met het gesprek. Ja, was leuk. Is dat. Ja. Ja. Volgens mij... Hey, ik heb nog een vraag voor jou. Oké. Okay. Hebben die voorbeeld? Nou, ik ben benieuwd. waarom een kleine... inleiding alvast naar een volgende aflevering misschien. Waarom ben jij gaan reizen? Waarom ben jij weggegaan? Waarom ik ben weggegaan? Ja, dat is een mooie vraag. Eigenlijk voelde ik me heel vastzitten. Vastzitten in het leven, in het huis, met de kids. Iedere dag was eigenlijk hetzelfde. We moesten ontzettend hard werken en dat is niet erg, hè? Ik hou van hard werken, maar als er dan vervolgens geen tijd meer overblijft. Toevallig heb ik vandaag een post gedeeld daarover, hè? Dat we veel en helemaal mensen nu zitten gewoon ook vast. Dat voel je, dat zie je, ik hoor het van vrienden, van familie. Weet je, we gaan tijd inruilen voor geld. En die tijd houdt gewoon een keer op. Je hebt maar gewoon 24 uur per dag. Waarvan je eigenlijk ook nog 8 uur zou moeten slapen. Hè? Dat dan even tussen aanhalingstekens. En dat brak mij op. Ik trok het niet meer. En toen heb ik gewoon de stekker eruit getrokken. Dat ik zei van, we gaan het huis verkopen. En we gaan het anders doen. En ja, dat... Hoe reageerde jouw man erop?
Nou, die zat toen net in een heel lastig pakket met zich, met zijn werk, met zichzelf. En ik ging toen nog 's avonds werken, dus hij kwam dan thuis. Dan, als we mat hadden, konden we samen eten. Maar meestal was het van, stond ik al buiten, want ik gaf sportles met mijn tasje te wachten tot hij aankwam rijden. En dan kon ik in de auto springen gaan. En dan was het, nou, hey, adieu, tot vanavond. En toen stond ik dus een keer buiten te wachten. Ik zeg, nou, morgen komt de makelaar en we gaan kijken wat het huis oplevert. En dan? Ik zeg, dan gaan we een camper kopen en dan gaan we weg, gaan we reizen. Ik zeg, denk er maar over na. Ik zeg, ik hoor het vanavond wel. En toen ben ik gegaan. Geweldig. Ja, nou, dat was het. Ja, en toen kwam ik thuis en toen zei hij, oké. En hij had even zitten rekenen. Hij zei, als het dat en dat en dat oplevert, dan doen we het. Nou, en dat deed het. Dus Oh, heerlijk. Oh, ja, geweldig. Dat vind ik lief. Ja. Ja. Oh ja, mooi. Ja. Mooi. Ja, dat is het. Ja. En het voelt nog mooi verhaal. Steeds goed. Het klinkt misschien heel gek. Omdat dat soms, maar ik herken dat. Ja, soms is dat echt niet leuk. En soms is het ook echt gewoon heel pittig. Omdat je... Ja, we moeten ons best veel verantwoorden. We doen wat we doen. Maar het is nog steeds... als ik het vertel, krijg ik nog kippenvel. Dus dan is het gewoon... Ja, mooi, mooi. Ja. Ja. Wat herken jij? Ja, dat is het belangrijkste. Toch? Wat zei je? Dat is het belangrijkste. Dat het gewoon echt nog steeds goed voelt. Dat is gewoon... Daar doen we het voor. Ja, we zien de kinderen ook groeien en bloeien. En dat is... Ja, daar kan echt niks tegen. Nee, absoluut. Ja, mooi verhaal. Ja. Hey, en jij zegt, herken daar wat in? Wat herkende je? Nou ja, wij zijn natuurlijk al langer weg uit Nederland. Wij hebben in 2014 hebben wij de stap gemaakt naar Oostenrijk. En ja, wij hadden op dat moment hadden we echt zoiets van, is dit het nu? Allebei, we hadden een goede baan en we hadden een hartstikke leuk leven. En toch hadden we het gevoel van, joh, is dit het leven wat wij willen leven tot ons pensioen? Is dat het? En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie, nee, we willen meer. We willen het anders doen. We willen avontuur. En dat was eigenlijk voor ons de grondslag om destijds uit Nederland weg te gaan. En wij waren gewoon altijd op vakantie in de bergen. Dus voor ons was Oostenrijk een hele logische keus. En een taal die op zich oké te leren was. Dus, makkelijker dan Portugees. We hadden zo'n lijntje, zeg maar. Van, nou ja, wat valt af en wat is te doen? Nou ja, toen hebben we dus echt jaren met ontzettend veel plezier in Oostenrijk gewoond. Maar ik denk 2,5 of 3 jaar geleden. Het liep een beetje synchroon met de corona. Toen werden we eventjes weer teruggeworpen op onszelf. En toen hadden we weer het besef of de overdenking van, joh, het leven wat we nu leven, is dat wat we voor ogen hadden? En daar moesten we nee op zeggen. Dat was niet wat we wilden niet dag en nacht werken om rond te komen. En we zaten ook net op een punt dat onze dochter bijna naar school zou gaan. Ze ging al naar de kleuterschool. Maar goed, we hadden zoiets van, ja, is dit het nu? Als we nog iets willen, dan moeten we het, of moet niet. Maar dan was dat een makkelijk moment voordat ze naar school zou gaan. Ja, en wij kwamen gewoon heel erg bij onszelf terecht. Dat we zeiden van, ja, nee, we zijn er nog niet. We zijn niet waar we willen zijn. En toen zijn we eerst wel in Oostenrijk gaan rondkijken van, joh, kunnen we het op een andere manier? Want dat zelfvoorzienend, dat kwam gewoon heel sterk naar boven bij ons. Van, goh, als we veel meer dingen zelf hebben, dan hoeven we minder geld te verdienen. En dan kunnen we het allemaal wat makkelijker en dan hebben we meer tijd voor elkaar. Maar daar kwamen we gewoon niet uit. En toen zijn we een beetje gaan rondkijken. Ja, en toen zag ik iets voorbij komen in Portugal. En ik heb het een beetje op dezelfde manier aangepakt als jij. Die vrouw ook in die periode, hè? Oh. Ja. Ja, Erwin die was op zijn werk en ik stuurde hem een appje. Ik zeg, we gaan verhuizen naar Portugal.
ja, dus daar kwam mijn herkenning net bij jou vandaan. En nou ja, hij stuurde mij terug, daar hebben we het nog wel over. En dat was het dan. En hij kwam dus 's avonds thuis en hij zegt van, geef me even 2 weken om hierover na te denken. Ik moet dit even, want dit gaat heel snel. En nou ja, toen zijn we gewoon in die 2 weken samen lijstjes gaan maken. Wat is het voordeel als we weggaan? Wat is het voordeel als we blijven? En nou ja, toen kregen we een hele lange lijst met voordelen als we weg zouden gaan. Ja. En ja, toen hebben we de knoop doorgehakt. Ja, mooi. Ja, Carmen die schrijft dus, nog, ik weet niet of jij dat kan zien hoor, in de reacties. Ze zegt 7 jaar reflectiemomenten, dat is het. Hè? Ja. Dat is, zo werkt het wel. Ja. En natuurlijk, precies. Die periode heeft denk ik voor iedereen iets gedaan. En veel mensen zullen het misschien als negatief ervaren. Maar ervaar ik het echt helemaal niet. Want ik ben er heel erg dankbaar voor. Zonder dat hadden wij hier niet gezeten. En hadden we deze keuzes durven maken, denk ik. En jij schrijft ook nog, Carmen, dat je je moet verantwoorden voor je keuzes, dat het soms naar is. Ja, ja, dat is. En aan de andere kant heb ik hem nu voor mezelf ook wel ingekort. Want ik wilde me dus altijd heel erg verantwoorden. En tegenwoordig zeg ik gewoon omdat ik graag wil leven. En ik ben hier niet om voor een ander te leven, maar ik wil leven. En natuurlijk hangt mijn gezin daaraan samen, want dat is mijn prio. Weet je? En ja, dat is het. Mijn buurvrouw die zegt altijd, ik pak de regie terug over mijn leven. En dat vind ik ook een hele mooie. Dat is het. Ja, dat is mijn kernwaarde nummer 2. Ja, dat is echt zo. Ja. Wat mooi, hè? Dat is het, zo voelt het ook. Ja. Je zelf mag kiezen. Ja. Nou, mooi. Mooi. Nou. Ik denk dat we zo best een leuk stukje over onszelf verteld hebben. Kijk ik hier op mijn lijstje hoor. Mag jij nog even? Ja, maar kijk, ik heb ook. Ja. Nee, dat is. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Jij niet? Oh, jawel. Ik zie jou gewoon. Nee. Oh. Oké. Okay. Ik kreeg ineens een melding dat ik uitsta. Nou. Nee hoor, je bent er gewoon. Tijd om af te ronden. Voordat we eruit geknald worden. Ja. Hey, lieve kijkers. Ik vond het echt heel leuk. Carmen natuurlijk helemaal. Die heeft het helemaal volgehouden. Ja, super, super leuk. Mag ik terugkijken en je denkt, hey, ik heb een vraag voor die meiden. Of we zijn nog wel meiden. Maar we doen niet. Ja, tuurlijk. En volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer. En heb je ideeën of inbreng, laat het ons weten. Altijd leuk. Ja. Het is misschien al wel leuk om ons thema voor volgende week even te delen. Zeker. Die gaan we over balans en werk en moederschap hebben. Dat is denk ik ook een thema wat heel veel mensen aanspreekt. In ieder geval mij en jou. Dus het is leuk om daar ook over te kijken. Hey Jamie, gezellig. We zijn bijna klaar. Ja. Oh. Ja, dat is een pauze. Oh. Nee, leuk. Leuk. Yes. Ja. En misschien nog een leuk opdrachtje voor de mensen die meegekeken hebben. Om zelf eens na te gaan denken wat voor jou vrijheid betekent. Ja. Toch? Ja. Lijkt me leuk. Absoluut. Dat is belangrijk. En als je hem wilt delen, deel hem gerust in de comments. Ja, altijd leuk. Ja. Hey. Ja. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Oh, ja, hartstikke leuk dat jullie er waren. We zien jullie volgende week. Yes. Volgende week 11:15. Freedom Friday. Ja, en dan op jouw account. Ja, en dan op mijn account. Dat is bij jou. Dus dan moeten we allemaal even Wilanda volgen, want anders dan missen we hem. Ja, precies. Oké. Okay. Hey, dank je voor de toevoeging. Hey, fijne middag, hè, allemaal. Doei.